Dit programma wordt u aangeboden door Jos Beres Wijnkoperij. Jos, lekkere wijn, prima service. Heren Straat helemaal vandaag met Marcel Groninger, assistent-trainer van FC Groningen. Ik mag nou zeggen, Marcel, jij bent de eerste assistent, hè? Nou, het is komend seizoen een klein beetje anders. Oh. We werken volgend jaar met 2 fulltime assistenten. Peter Hoekstra en ik. En Marcel Groninger. Ja. Maar, wie zit er naast Faber? Allebei. Oh ja? Allebei. Dus is het dan eigenlijk zo dat Faber moet zeggen van ik heb 2 assistenten en die zijn gelijkwaardig? Ook waard. Ja, dat is keuze. Ja, keuze. Nee, maar onder onze vriend Van der Looy was het toch duidelijk dat Le Quien de eerste assistent was. Ja, dat klopt. Alleen ik ben er toen later aan toegevoegd, hè, aan de staf. Ja. Dat was in eerste instantie de bedoeling dat ik het alleen ging doen met Erwin. Alleen Erwin wilde heel graag nog een 2e assistent erbij. Alleen toen zat ik al bij HHC. Ja, toen zat jij bij HHC. Ja. Dus dat klopt. Dus dat werd heel druk. En toen ben ik uiteindelijk toegevoegd aan de staf als de 2e assistent. Ja, 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 ja. Alhoewel dat niet zo voelde hoor bij Erwin. Maar is het nu eigenlijk niet zo, met alle respect voor Peter Hoekstra hoor. Maar is het nu eigenlijk niet zo dat jij na Faber de 2e man bent? Eerlijk hè? Nou ja, dat gaan we zien. Kijk, als Faber... Dat moet je afdwingen. Ja, absoluut, absoluut. Kijk, als Ernst een keer ziek, zwak of misselijk is, hè, dan moet iemand hem toch vervangen. Ja. En dan neem ik aan dat ik dat ben. Ja. Hey Henk, we gaan natuurlijk ook even heel kort over de actualiteit, hè, met Marcel natuurlijk. Want we zitten natuurlijk midden in het EK. En ik moet daarbij natuurlijk nog even vermelden, Henk, wij hebben natuurlijk bijna 30 jaar op zitten bij deze omroep. De omrooporganisatie Groningen, waar blijven we even stilstaan, Marcel. Want OOG is namelijk gekozen tot beste lokale omroep van Nederland. Gefeliciteerd. Ja, en jullie allemaal gefeliciteerd. Echt geweldig. En dan zeggen Henk en ik dat wij dit nog mogen meemaken. Is geweldig, man. Ja, op onze oude dag. We gaan door met het interview. Moet ik er even op poon zetten? Oh ja, ja, de actualiteit, de EK. Het is ongelooflijk, maar wij hebben natuurlijk, net als ik, een voetbaldier. Misschien nog wel veel meer voetbaldieren, maar dan zie ik... In de beginfase zie ik al voorbij komen. Slowakije, met alle respect. Ik zie Noord-Ierland, ik zie Wales. En noem ze allemaal maar op. En denk ik bij mezelf, hoe is het in godsnaam mogelijk? He? Dat wij er niet bij zijn. Ja, dat is toch niet te geloven, man. Nee, eigenlijk kan dat niet, Piet. Maar het is wel zo. Ja, het is wel zo, en ja. En niet voor niks. Het is, en ook niet voor niks. Nee, maar dan zie ik Albanië. Ja. Albanië, die bij wijze van spreken zo best dat nog kan winnen ook nog. Want iedereen kan echt van iedereen winnen worden, maar het mag eigenlijk niet gebeuren dat Nederland dat toch ontbreekt. Nee, Nederland moet er absoluut bij zijn. Maar goed, we hebben het met elkaar gedaan, dat we het niet gered hebben. Het was gewoon niet goed genoeg. Ja, nee, precies. Maar je wordt er wel mee geconfronteerd tijdens die wedstrijden. Heb ik tenminste. Nou ja, je hebt constant het gevoel van waarom zijn wij hier niet. Die ploegen zijn allemaal in principe een stuk minder dan dat wij dat zijn. Ja. Maar ja, het is de realiteit, Piet. Dat was de actualiteit. En daarvoor natuurlijk even het licht op onszelf. Maar nu jij, hè? Heb je al met Faber gesproken? Jazeker. Ja, hoe gaat het? Hoe ziet het eruit? Nou, hartstikke goed. Ja. Hartstikke goed. Wat voor indruk heb je van hem? Nou, hartstikke leuke vent. Ja. En het mooie is dat ik in heel veel dingen wel hetzelfde denk als hij. Zijn visie spreekt mij zeer aan. Ja. En het is een hartstikke leuke gozer. Humoristisch. Ja. Volgens mij recht door zee. Ja. Eerlijk. Duidelijk, ja. Dus nee, dat ziet er uitstekend uit. Ja, maar die presentatie was ook leuk, hè, van hem, hè? Weet ja, je wel? Ja, met Nijland, hè? Ja, Nijland die zei van, ja, dat was leuk. Ja. Toen dacht ik van, die man die heeft wel, hij heeft wel power. Dat heeft hij absoluut. Ja. Hey, heb jij ook het idee dat er onder Faber anders wordt gespeeld dan onder Van der Looy?
Poeh. Want het zou de toeschouwers, het publiek, met alle respect, toejuichen. Ja, dat weet ik niet, Pieter. Het is, als trainer zijnde heb je een bepaalde visie. En Ernest houdt van aanvallend voetbal. Ja. Oh. Maar het is ook zo dat Ernest het ook heel prettig vindt dat je geen goals tegen krijgt. Nee. En dat is ook heel belangrijk. Ja. Ja, dus ja. Je moet zorgen als team zijnde dat je in eerste instantie de nul houdt. En dan uiteindelijk ook gaat scoren. Maar ben jij vorig jaar, nou ben je natuurlijk assistent van der Loor, maar je kunt het rustig stellen, je bent eerlijke gozer. Ben jij zelf ook wel eens naar huis toe gereden vanuit de Euroborg, ondanks dat we hadden gewonnen, dat je dan bij jezelf dacht, maar qua voetbal was het helemaal niks. Ja, natuurlijk. Niet om aan te zien. Ja. Nou, dat heb ik niet alleen gehad, dat heeft Dick ook gehad en dat heeft Erwin ook gehad. Oh, Erwin zelf ook? Ja, dat heeft hij in zijn afscheidsinterview ook nog meerdere keren gezegd, dat het... Het voetbal was niet altijd zoals wij dat zelf graag wilden zien. Nee. Ja, nou ja, dat heb je soms. Ja. Hey, nou heb jij natuurlijk... Ja, 3 jaar heb jij HHC getraind in Hardenberg. Hè? Toch een gerenommeerde amateurclub. Daar heb jij iets moois neergezet. Laatste seizoen, met alle respect, ben je bijna kampioen geworden met het elftal. Je bent heel ver gekomen in de KNVB-beker. Je hebt dat dan gecombineerd met FC Groningen. Maar nu ben je gestopt. Ja. Kan niet meer. Dat klopt. Nee. Kan niet meer en mag ook niet meer. Nee. Alhoewel ik zelf in december al had gezegd van dat ik het komende seizoen maar 1 ding ging doen. Ik vond het na 3 jaar ook prima zo, 2 clubs. Wat je net zelf al zegt, het is best wel druk. Het is wel goed te combineren. Ja, maar ik had voor mezelf zoiets van ik ga het komende seizoen 1 ding doen. En dat is dan of FC Groningen of HC. Ja, maar dat is ook met zo'n Van der Looy en met zo'n Lucky. Die hebben dan die training bij de FC Groningen achter de rug. En dan ga jij nog naar Hardenberg. Ja, dat klopt. Hey, 3 keer in de week. Moet je wel een liefhebber voor zijn. Ja, daar moet je wel echt een liefhebber voor zijn. En dat ben ik ook. Ja. Dus nee hoor, dat heb ik met alle plezier gedaan. Het was heel mooi. Wij trainen vaak tot 1 uur of 2, 2:30. Ja. En dan was ik een paar uur thuis. En dan werd de batterij weer opgeladen. Ja. En dan reed ik naar Hardenberg. Ja. En dan stond ik daar weer fris en fruitig aan de start voor een training. Ik hoor vaak in de wandelgang. En ook wel bij collega's zo. Marcel Groningen is een man die eet voetbal. Hij heeft ambities. En dan hoorde ik er ook wel eens bij zeggen, nou, Marcel Groningen, binnen 5 jaar is hij hoofdtrainer van FC Groningen. Ja, wie weet, Piet. Heb jij, ja, maar op een moment moet je toch op eigen benen gaan staan. Dan kan je zien, dan lukt hij. Ja, huh? dat is waar. Kijk, ik heb het allerhoogste diploma, dus ja. Ik kan het doen. Ja. Maar ik kom het komende seizoen weer in een nieuwe rol. En ik wil eerst dat gewoon heel goed doen. En dan zien we daarna wel wat er gaat gebeuren. Jij hebt niet iets voor jezelf uitgestippeld dat je zegt van nou, ik ga nou een jaar naast Faber zitten en dan is het wel klaar. Nee, totaal niet. Zo heb ik het eigenlijk de hele carrière niet gedaan. Het is bij mij altijd heel stapsgewijs gegaan. Ik heb een aantal jaren stage gelopen bij Groningen. Ja. Toen ben ik naar Helpman gegaan, toen naar Bikwik, toen naar HSC. Prachtige tijd gehad hè, bij de Good Olds. Hartstikke prachtig, hartstikke mooi. Ook heel veel mee bereikt. 6 jaar lang, dus toen naar HSC, assistent bij Groningen. Nou, en nu weer een treetje hoger, dus volgens mij een prima carrière. Ja, maar ook een hele goede voorbereiding op wat nog allemaal gaat komen. Ja, dat klopt. Toch? Ja. Want als je ziet wat jij hebt bereikt als verantwoordelijke man bij Bikwik en bij HHC Hardenberg... Dan zeg ik van, ja, wat houd je dan er tegen om dat voor te zetten als verantwoordelijke man in betaalde voetbal? Ja, dat is uiteindelijk de ambitie, Piet. Ja. Maar wat ik net ook al zeg, ik heb volgend jaar een nieuwe rol als assistent bij Ernest Faber. Ja. En dat wil ik gewoon eerst hartstikke goed doen. Maar jij zegt het nou zelf al, hè? Wat is dan het verschil met jouw rol naast Van der Looy en het verschil bij Faber? Nou, ik denk eigenlijk niet zoveel. Ik denk dat ik, het grote verschil is dat ik er nu fulltime ben. Vorig jaar was ik er wel eens niet, vooral op de zaterdag. Dus het zit meer in tijd. En ik zal wat meer in beeld zijn. Ik zit het komende seizoen op de bank. Dat zat ik bij Erwin niet. Zat ik vaak op de tribune. Voor het beeld van iets hoger af. Voor niks zeker. Voor niks. Nou, dat is eerlijk. Nee, zeker niet. Nee. Ik stond altijd rechtstreeks in contact met de bank. Dus als ik wat zag, dan, dan gaf ik dat gelijk door. Maar jij zag dus dingen vanaf die tribune die zij misschien niet zien. Ja, je ziet het van bovenaf. Zie je het gewoon een stuk makkelijker en een stuk beter. Ja, maar Marcel, dus ik denk dat de grote verschillen zijn, Piet. Ja. Maar stel nou... Met alle respect voor Faber en wie dan ook, en ook voor Hoekstra, dat jij halverwege zo'n seizoen denkt van, nou, het is nou wel klaar. Ik wil het nou gewoon zelf gaan doen. Nou, dan heb ik nieuws voor je, Piet. Dat ga ik niet denken. Nee, weet je nu al? Ja, nee. Ik heb, bij Erwin ben ik 3 jaar assistent-trainer geweest. En ik heb dat prima gevonden. Erwin is een trainer die heel veel uit handen geeft. Dus Dick deed heel veel, ik deed heel veel. Ja. En daar had ik een prima gevoel bij. Nou, komende 2 seizoenen naast Ernest Faber, samen met Peter.
Nou, daar kijk ik zeer naar uit. En dan zien we na die 2 jaar wel weer. Ja, maar weet je, ik vind het juist zo leuk. Weet je, alle aandacht en het journaal en zo is allemaal gericht op je hoofdtrainer. En ik vind het dat je gewoon zo is het leuk om eens een keer met jou of met, voor die tijd met Lucky of wat dan ook, ook eens van gedachten te wisselen. Hè? Want hoe vaak gebeurt het wel niet dat jij niet eens bent met de hoofdtrainer? Nou, dat gebeurt wel eens. Nou, wel eens. Ja, zeker. Erwin Dik en ik hebben vaak genoeg discussies gehad. Maar ja. Hij is wel de man die beslist. Erwin is uiteindelijk de man die beslist. Maar Erwin deed dat heel slim. Erwin vroeg het altijd eerst aan Dik en mij. Ja? Naar de opstelling, of het tactisch plan, of dingen voor de training, of individuele gesprekken met spelers. Nou ja, en dat raapte hij samen. En op basis daarvan, toegevoegd met zijn eigen mening, nam hij zijn beslissing. Ja. Nou, en we waren het heel vaak eens. Maar soms ook niet. En dan is het wat jij zegt. Dan uiteindelijk neemt Erwin de eindbeslissing en is hij ook eindverantwoordelijk. Ja. Maar, dus het is ook niet een bepaalde vorm van hunkeren. Dat je op een bepaald moment bij jezelf denkt van na de wedstrijd ligt de focus op mij. Want ik ben de hoofdtrainer van die club. Nee, dat heb ik totaal niet. Nee, hè? Nee. Jij kunt je wel schikken in deze rol. Nou ja, ik ben wel een type die graag de touwtjes in handen heeft. Ja. Maar dat had ik de afgelopen 3 jaar natuurlijk naast FC Groningen altijd bij HHC. Daarvoor altijd bij Bikwik. Maar ook in de rol van assistent denk ik dat ik mij prima heb kunnen schikken. Aan de andere kant is het ook zo, dat is ook de kwaliteit van Erwin. Dat, wat ik net al zei, Erwin delegeerde heel veel. Dus je had altijd een heel volwaardig gevoel bij Erwin. Maar het is toch wel vreemd dat ik eigenlijk nooit heb gehoord in al die perioden, ook dat je hoofdtrainer was in het amateurvoetbal, dat mensen zeiden van die Groningen is geen goede trainer. Ik hoorde altijd van, die Marcel Groningen is gewoon een goede trainer waar we nog veel van gaan horen. Dan denk ik van, dan wordt het gewoon tijd dat we dat ook zien. Ja. Nou, toekomst, Piet. Heb je een glazen bol? Nou, ik heb, jawel, nou, daar heb ik helemaal geen glazen bol voor nodig. Ik zeg nou gewoon in de Herenstraat, denk ik, durf ik wel in de camera te zeggen, dat ik zeker weet dat jij binnen 2 jaar hoofdtrainer bent van een mooie club. En misschien zelfs wel binnen een jaar. Dat is knap. Ja. Ja. We gaan het zien, Piet. Ja. Ja, jij doet er wel heel nuchter onder. Maar volgens mij is er ook wel eens een periode dat dit echt jeukt. Dat je denkt van kom op zeg. Nee, dat is niet zo. Hè. Wat ik net al zei, hè. Ik ga nu een nieuwe rol vervullen. Alleen bij FC Groningen, fulltime. En daar heb ik gewoon heel veel zin in. En natuurlijk, iedere trainer die het hoogste diploma heeft, heeft zijn ambitie. En dat heb ik ook. Maar ik heb niet zoiets van dat nu gelijk over 2 jaar moet. Ik moet nog één ding weten hè, van jou. Het technisch overleg was natuurlijk ook al elke week met Nijland erbij. Hè? Was je ook wel bij, was Lucky bij, was Van der Loor bij en zo. En dan ging er natuurlijk ook regelmatig over van, we hebben nou wel gewonnen, maar voetbal was kloten. Het publiek vond helemaal niks. Ja. En hoe hebben jullie het? Hoe gaat het dan? Nou, dat kan je soms alleen maar beamen. Ja? Maar soms gaat het ook alleen om de puntjes, Piet. Ja. De puntjes zijn heel belangrijk. Als je niet wint, dan heb je sowieso iedereen over je heen. Ja. En als iedereen zegt van ja, het voetbal was slecht en het was ook slecht. Kijk, wat goed is goed en wat slecht is slecht. En als iets slecht is, dan moet je niet beter weten en proberen dat het toch goed is. En dat heeft Erwin volgens mij ook altijd heel goed gecommuniceerd naar de media. Niks dan lopende woorden, hè? Je hebt een goed gevoel bij Faber. En je hebt ook een goed gevoel wat je overgehouden hebt bij jouw samenwerking met Van der Looy. En Lucky. Mooi, hè? Ja. Dat accordeert ook goed, hè? Lucky en Groningen. Dat accordeert uitstekend. Ja. Dat is zelfs misschien wel meer dan collega's. Wij gaan het zien. Ja, absoluut. Ik dank jou voor de Herenstraat helemaal. Ik laat jou natuurlijk nog even kiezen. En dat is, die keuze is natuurlijk voorspelbaar, maar ik wil toch dat je maakt. Kijk in de camera. HHC Hardenberg of toch Bikwik. Poeh. Ja, Henk. Dat is een hele moeilijke vraag. Zo maar nagedacht, vriend. Dan kies ik toch voor Bikwik. Ja, kies voor Bikwik. Kan niet anders verwachten. Jij die kan op, Marcel. En wat ik heb gezegd, Marcel Groningen, jongens, we gaan nog veel van hem horen. Want... het blijft een trainer met potentie.